Dat het niet goed gaat met de SNS-bank is niks nieuws. En dus ging Linksdenkend Nederland een theekransje houden bij de SNS-bank. Ten slotte is de bank nu van iedereen. Verhuizen, verhuizen, dat is toch je van het. En ik krijg een nieuwe kamer en ik krijg een ander bed. Wat is het idee achter de actie dat u met uw kamerplant en uw huisraad hier staat? We maken een woonkamer van, hè? Het is onze woonkamer. We hebben koekjes meegenomen en thee. Ik zou zeggen, misschien moeten we even rechts afslaan en gewoon voor die kluis gaan. Of in ieder geval wat kladblokjes. Oh ja, heb je die al in je zak? Niet om te filmen, kom op. Gaat u deze mensen hier laten staan of stuurt u ze weg? Wat is het plan? De collega's even aan het bellen met hoofdkantoor om te kijken wat er wat we ermee kunnen doen. Hoe gaat het hier met het theekrantje? Nou, het gaat geweldig. Alleen de politie is net gebeld, dus dan moeten we gewoon even buiten gaan zitten. Het wordt wel heel duidelijk hè, van wat het betekent, nationalisatie. Dat betekent niet dat we controle hebben over de bank, maar dat betekent dat we eigenlijk nog steeds niks te zeggen hebben. U zit er toch niet echt op te wachten eigenlijk, op die theedrinkers? Het is niet gebruikelijk in de bankwinkel, zoveel mensen over de vloer. Hey, we gaan de crisis niet betalen! Nu kunnen we alvast de volgende actie gaan plannen. Misschien bij het hoofdkantoor van SNS. En hopelijk kan de regering nu plannen gaan maken om het vastgoed van de SNS om te bouwen in betaalbare huurwoningen.